Halleluja, prijs de naam van Jezus. Deze dag wil ik met u praten over het thema genaamd Heb geloof in God. Heb geloof in God. Lieve mensen, het is belangrijk dat we in deze tijd gaan geloven op God alleen. Omdat als we kijken naar Afasfa Sanego, Afasfa a situatie die de Squala Ekomoro heet, de Squala Ekomoro troebo. En het enige wat ik kan doen is vasthouden, vastklampen, u vastankeren aan God. Want dan alleen weet u dat je het zal maken. En daarom deze dag ben ik gekomen om u te bemoedigen. Om u te poweren. Van, mis brada missa, hoor door. Hoor door naar Jezus. Hoor trangen naar Jezus en je mikking. Ik wil een tekst met u lezen, een verhaal uit de Bijbel. Kort, om daarna hier u te bemoedigen. Die tekst staat in Matteüs 8. Matteüs 8 staat er daar, vers 23. En toen hij het in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep en zij kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heere, help ons, wij vergaan. En zij zeiden tot hen, waarom zijt gij bevreesd? Kleingelovige, toen stond hij op en hij bestrafte de winden en de zee. En het werd volkomen stil. Amen. We zien hier dat Jezus met de discipelen van hem op weg was. Ze waren in een boot. En op een gegeven moment kwam er een onstuimigheid. Er kwam een storm. Ja, we kennen het verhaal ook als storm op het meer. Maar wat ik wil lichten uit het verhaal is dat de discipelen wandelden met Jezus. En in die tijd wist men al, men had al een idee dat Jezus was. De Almachtige, Jezus had kracht, Jezus had die power. En in feite, toen die storm zo kwam, werden de discipelen bevreesd en angstig. Want ze dachten, we gaan het idee, we klaar, het idee, we zoen. Ja toch? En ze begonnen te schreeuwen en te roepen. En ze zeiden, Jezus, ga wakker maken. Jezus zei van, hé, kleingelovige. En Jezus bestrafte deze storm. Lieve mensen, soms kan het zo zijn dat God stormen toestaat. Stormen laat komen in uw leven. Soms idanga Jezus je wandelt, kan je ibabegi. Soms aan de tak ide far af gado. Na waka je waka na gado. Na boerrelatie je gado abi. Misschien bent u net als Job, zo vroom en rechtvaardig. Je begi alade, je vaste. En soms stormen kon je libi. En je zei, actie schrijft dat, mami God, om Jezus, help, Heer, help ons. Lek van je Bijbel, dat je moet bij u schuilen. Bij u ben ik, maar doe mijn best voor dien je, doe mijn best voor hoor naar je, maar toch als stormen kon. Lieve mensen, God staat soms die stormen toe. En dat is om ons geloof op te bouwen. Om ons geloof op te krikken. Om ons geloof groter te maken in hem. Het is belangrijk daarom dat, net als hoe de discipelen Jezus hebben geroepen, zo is het ook belangrijk dat als u gaat door een storm, dat u roept tot Jezus. Dat u gaat bij God. En als we dat verhaal zo lezen, kan de onderschrijf, kan de verachting, de discipelen, dat ja, de bevrede, de bobo. Maar gelukkig zijn ze niet gesprongen uit die boot. Gelukkig zijn ze niet gesprongen of gelukkig dinnen doen lolo sani, begrijp je? Maar de longokar Jezus. En daar is waar ik bij u wil komen deze dag. Het maakt niet uit wat u doorstaat. No longo na zomaar go tek rai na zomaar sma en longwa gwa lukumang na zo tsandadi. Want ze gaan u niet kunnen helpen. Longo na Jezus. Als je misschien voelt om te schreeuwen, voelt om te huilen, voelt om dingen, ga bij Jezus. Doe dat alles bij Jezus. Want je moet weten, wanneer je gaat bij Jezus, daar is het antwoord. De Bijbel zegt, hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus te longen naar Jezus. We zaptek, we liepen in de waarheid, we wandelen in de waarheid, we wandelen in de gerechtigheid. En sowieso, we abba liepen naar Jezus. Dus net als we die discipelen zo zijn gerend. Jezus heeft misschien wel gezegd, Jezus is nu wel een standje van kleingelovigen. Maar
Jezus notak dat ze ongelovigen waren. Ze hadden geloof in Jezus. En dat is belangrijk, dat u gaat begrijpen dat wie is nou een chinsan? Wie is nou een biggisani? Wat het ook is, dat we longen naar Jezus. Dat we ons geloof gaan bouwen en gaan zetten op Jezus. Gelooft u mij, we kunnen deze tijd niet geloven op mensen. We kunnen niet geloven op een politieke partij. We kunnen niet geloven op apostelen, pastor. Nee. Want ze zijn ook mensen, ze zijn ook afhankelijk van God. Wat u kan doen is, u kan uw geloof volledig in haar stellen op God. En de Bijbel zegt, wanneer we ons geloof stellen op God, dan zal hij zijn woord waarmaken. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is geen mens dat hij liegen zal. Wanneer hij zegt dat hij A gaat doen, dan gaat hij A doen. En in Gods woord hebben we genoeg beloften. Hebben we genoeg gehad aan tools dat we kunnen vasthouden aan God. Zo, het maakt niet uit wat u meemaakt. Maar wat u moet doen is, uw geloof, you baby, in putten naar Jezus. En vooral in attendies, die proberen dat koers te steken. In attendies, die proberen dat het wordt alleen maar toffer in het land. Iets anders kunnen we doen. Niets anders kunnen we doen dan voor longo kibri naar Jezus. Longo horen naar Jezus. Hoor trangen naar Jezus. Wees van botte, wees van botte, is fu. Beweeg, maar dat we hoor trangen naar Jezus. Want te we hoor trangen naar Jezus, dat we sapta hi, unogwa gro, maar we gwa hi. Want Jezus is de rots. En op de rots zullen we niet wankelen. Op de rots zullen we niet vergaan. Juist a rots etang snapu. Het is belangrijk dat we dan horen naar Jezus. De Bijbel zegt daarom dat wij moeten geloven in God. Met geheel ons hart. We moeten geloven dat hij waarmaker is van zijn woorden. De Bijbel zegt, ieder die komt tot God moet geloven dat hij is en dat hij bestaat. En dat hij een beloner is voor degene die hem ernstig zoeken. Zo, ook al als u gaat door een storm. Ook in die storm is hij die God van die beloftes. Ook in die squala. Ook in die diepe dal van duisternis. Is hij daar om u te troosten. Om u te op te krikken. Ook daar zegt hij, wanneer u gaat door die moeilijkheden, zegt hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De Bijbel zegt dat wat er ook meemaakt, wat er ook is, dat we alles kunnen doen in hem die ons kracht geeft. Dus daarom is het belangrijk, lieve mensen. U kijkt, u luistert naar me. Als aan tof, als aan moeilijk. Maar wat ik u wil bemoedigen is, hoor naar Jezus. Staat u op de belofte van God. Snap dat een promise sagado gu a belofte in een woord toe. Hij zegt dat wij, wanneer we hem vrezen, zullen we geen gebrek hebben. En het is belangrijk dat u kan dit nog net checken uit. Go naar een woord, go naar een bijbelboek voor gado naar een troon. En dat gado, je schrijft dat in die woord toe. Terwijl we vrezen je uno op gebrek. Dus ik geloof dat u zal voorzien in al mijn noden, in al mijn dingen, behoeften die ik nodig heb. Dat is de manier hoe wij kunnen geloven op God. Door hem te houden aan zijn woord. En door vast te klampen aan hetgeen dat hij zegt. U kijkt naar me deze dag, u luistert naar me. Ik wil u bemoedigen. God is er. God is daar om u op te trekken. God is daar om u te brengen door deze hele economische malaise. God is daar om u te brengen door die situatie. God is er. Gelooft u op God. Stelt u vertrouwen op God. Stelt u geloof volledig op God. En u zal het maken. U zal het maken. U zal het maken. De Bijbel zegt in Psalmen dat wanneer we zal de man die bij God schuilt. Want wanneer er komt een tijd van droogte, wanneer er komt een tijd van hongersnood, dan weten we dat God voor ons zal zorgen. God wil voor u zorgen. God wil voor u zorgen. En God wil die problemen, die last op je schouder wil hij weghalen. Maar hij zegt in zijn woord in 1 Petrus 5 vers 7. Werp uw bekommernis op mij. Want ik wil zorgen voor u dragen. God wil voor u zorgen. U kijkt naar me, u luistert. God wil voor u zorgen. En God wil niet hebben dat je libi in a pina libi. God wil niet hebben dat je hebt tekort.
Maar God wil juist hebben dat u heeft meer dan genoeg. God wil voor u zorgen. Stelt u geloof op God. Stelt u vertrouwen op God. U kijkt naar me, u bent misschien in huis met een aantal mensen. U heeft misschien een aantal monden te voeden. Stelt u vertrouwen in deze tijd op God. Brie ben dat gado ojep you, gado ochar you. Want gelooft u mij? Je hebt die vertrouwen op van libisma, maar libisma is stel teleur. Je probeert voor die vertrouwen op je eigen kunnen, maar jij uit je eigen kracht ga je het niet kunnen. Daarom moeten we gaan bij God. Huilt het uit bij God. Krijg naar gado. Maar de Bijbel zegt, wanneer we bij God gaan, gaat hij ons niet zo laten. God gaat zijn kinderen niet zo laten. God is geen vader die ziet dat zijn kinderen honger lijden, ziet dat zijn kinderen tekort hebben en dan gaat hij de kinderen zo laten. God wil in uw behoefte voorzien. God wil voor u zorgen. Maar hebt u geloof in God. En God zal u uiteindelijk optrekken. Amen. Amen. Gaat u terug naar de belofte die God heeft geplaatst in zijn woord. En hij zal voor u strijden. Hij zal voor u strijden. Ik praat tot iemand die misschien tegengewerkt wordt, misschien aan het werk. Iemand die misschien onderdrukt wordt door misschien collega's. Iemand die gesmaad wordt. Gelooft u in God, dat God voor u zal strijden. Gelooft u in God, dat God voor u zal vechten. En hij gaat het voor u doen. Hij gaat het voor u doen. Maar wat we moeten doen in deze tijd, is we moeten ons geloof stellen op God. Op hem alleen. Op hem alleen. En dan zal hij ons brengen tot een goede bestemming. De Bijbel zegt, de gedachten die God over u koestert, zijn gedachten van heil om je hoopvolle toekomst te geven. En die hoopvolle toekomst staat nog steeds klaar voor u. Gado ano wan gado sa wan make you pina, maar gado wan make you libi, wan bu libi. Maar we moeten gaan vertrouwen op God. Deze dag is de boodschap kort zakelijk. Hebt u geloof in God? Gelooft u in God? Zet u geloof in God. En gado okoyu tegemoet. May God bless you in Jezus' naam. Amen.